Ik ben Max van der Zalm. Ik ben van het Natuurboeren Roomijs. En het Natuurboeren Roomijs is het meest duurzaamste ijsje van Nederland. Met een fantastisch feel-good karakter. Het verhaal achter Natuurboeren Roomijs is dat het van dagverse volle weidemelk wordt gemaakt. We staan nu hier bij de boerderij van Jan Broenink. En achter mij lopen de blaarkoppen. En ik zie ter plekke waar we nu ook staan van, die beestjes hebben het goed. Dan zou de melk ook wel goed zijn. Ik ben Jan Broenink. We hebben een biologisch bedrijf in Twente. We zijn een natuurboer. Een natuurboer is een biologische boer, schal gecertificeerd. 25% natuur in zijn bedrijfsvoering en zichtbaar werken aan biodiversiteit. We zijn nu met vorig jaar met ijs begonnen. Dat hebben wij in diverse verkooppunten. Je proeft het gewoon in de kwaliteit van de producten. Dat er op een heel andere manier is geproduceerd. En dat is wat wij ook eigenlijk in de samenleving willen laten ontdekken. Van jongens, maar wil je de natuur in de stand houden, dan moet je dat op een economische en ecologische manier doen. Kijk, door die ossen hier lopen, gaan er heel veel dieren op anticiperen. Die mest komt, torretjes en kevertjes en alles komt erin. Daar gaat de das naartoe, daar gaat de kraanvogel naartoe. En je krijgt daar, dat kun je hier ook heel mooi zien, hier heb je ruigjes en kale plekken, alles heb je naast en in het gebied zitten. Daarom moet een natuurboer kennis van de natuur hebben. Er is niet iemand, ja, ik wil niks bagatelliseren, maar het is niet van rücksichtloos. Nee, je moet heel goed weten waar je mee bezig bent. Kijk, we hebben ook een opleiding bij de natuurboeren, daar hoort ook een opleiding bij. Je moet toch bepaalde kennis van de natuur hebben. Het echt eten uit de regio klinkt voor mij echt meer als weten waar je eten vandaan komt en wat eten met je doet. Ik haal de melk hier, haal ik zelf op. Ik ben van mening als je met goede ingrediënten werkt, waarvan de basis een goed verhaal heeft, het begint uiteindelijk altijd met een goed verhaal, dan zie je dat daar echt prachtige producten en maar ook ideeën en concepten uit ontstaan. Ik wil mensen meenemen vanuit onze point of view, zoals wij hier nu staan. Dat beeld wil ik overdragen. Het verhaal echt van de natuurgebieden, de weilanden waar we nu op dit moment staan, de koeien die hier staan te grazen. Het echte leven.